Lijkt een beetje op een Aston Martin, hè? Kijk nog eens goed. Even terug. Neus, kont, de taillelijn, Aston Martin Vanquish. Juist, Aston Martin Vanquish. En dat zou het oorspronkelijke ontwerp zijn van deze auto. En dat ontwerp dat zou dan weer verkocht zijn. En daar heeft de zoon van meneer Piëch mee te maken. Hey, en dan is het dingetje rond. Want kijk eens, hij heet ook Piëch. Dit is een nieuwe onderneming. Daar zit Piëch geld in. En ik kan je zeggen, de megalomane voorman van het grote Volkswagen-concern ooit, inmiddels weg, heeft heel veel geld. De techniek in deze auto, die is dan bijzonder. Want wat ze nou hebben gedaan, ze beginnen met een sportauto. Dat doen dat soort autofabrikanten vaak. Want dan kun je namaken, imago bouwen. Maar onderhuids, dat is natuurlijk veel boeiender. En dat die lijkt op een Aston Martin, moeten wij eigenlijk meteen maar vergeten. Dat kan ons het schelen. De techniek, daar gaat het om. Daar zit batterijtechnologie in die andere autofabrikanten nog niet hebben gemaakt. En wat betekent dat in de praktijk? Nou, volgens de theorie, we moeten het testen, maar volgens de theorie zou je 80% van de accu in deze auto opladen binnen 5 minuten. En 80% van deze accu is een rijkwijde van, zeg eventjes, afgerond 400 kilometer. Dus 400 kilometer afstand laden in 5 minuten tijd. Je tankt 400 kilometer benzine of diesel ook in 5 minuten. Dan is er dus geen onderscheid meer, hè, tussen deze auto als het gaat om het laden van rijkwijde. Hey, en dan is de elektrische auto plotseling heel erg bijzonder. En dan is die Piëch een beetje een gekke man. Hij heeft rare dingen gedaan, maar hij heeft ook briljante dingen gedaan. Het rare, dat was misschien wel de Volkswagen Phaeton. Het briljante, dat is dan misschien wel de Bugatti Veyron geweest. En dit is een nieuw concept. Ja, en zoals het er hier uitziet, er zijn muntjes genoeg. Dus het zou zomaar kunnen. Maar vooral de techniek, hou dat vast. Dat is interessant bij deze auto.